NOS. Fake news. Wake up, people. Ik ben Jelisa Ketting, ik heb gele hesjes jeugdzorg onder de vleugel. Genoeg is genoeg. Jeugdzorg is verdienmodel. Ze maken zwaar misbruik van de kinderen. En ik sta voor om jeugdzorg niet meer geld te geven dan ze al nu krijgen. En goede hulp. Hulp thuis bij ouders. En het moet nu gewoon een keer ophouden. En al die kids moeten weer geholpen worden met hun eigen biologische ouders. En daar sta ik voor en ik ga net zo lang door tot alle thuizen en alle pleeggezinnen open gaan en alle kids weer thuis zijn. Ja, ik ben Mari Kruijsen, ik ben ook Geel Hesjes Nederland, ik kom uit Tilburg. En ons politiek kiesstelsel is gewoon kapot. En als we onze democratie terug willen, is het noodzakelijk dat we bindende referenda gaan krijgen. Directe democratie en een gekozen burgemeester en uiteindelijk dus ook een gekozen staatshoofd. Zodat deze poppenkast van vandaag gewoon eens afgelopen is. Ja, dan gaat er veel te veel geld naar multinationals. Het volk wat weinig heeft moet meer krijgen. En dit alles is op te lossen door een bindend referendum. Ik wil de zorgkosten gewoon lager en de eisen in de zorg terug. Red geen banken als ziekenhuizen vallen. Dat is klaar. We moeten nu voor het volk gaan en niet voor het kabinet. Ja, ik ben Harm Ram. En ik wou graag mijn ding doen over... De vindingen over Nikola Tesla. Vrije energie, duurzame energie. We doen net of het niet bestaat, maar het bestaat dus wel. Shell houdt dat tegen. Dat is te doen ze via het patentrecht, octrooierecht. Waardoor eigenlijk vindingen eigenlijk onder water worden geschoven. En in deze tijd waar dus de klimaatgoeroes het zo over klimaatgekte hebben. Wordt het tijd dat de vindingen van Nikola Tesla boven water gaat komen. Zodat wij dus veel beter in een duurzame leefomgeving gaan leven. Zodat eigenlijk wij niet zoveel hoeven te betalen voor energie. Dat is mijn dingetje.